reist de hele wereld over als DJPA. Jaren gedaan met Hartwell, met Martin Garrix. Nu weer met deze knul. Die gasten komen echt overal. Ibiza, Jakarta, Ibiza, Qatar, Ibiza. We komen vrij veel op Ibiza, merk ik nu. Het Amsterdam Dance Event is echt booming business. En dan voornamelijk boom, boom, booming. Ik kan mijn trommelfietsen amper horen scheuren. Eén voordeel, als ik dan hier steen haalt, zijn ze nu gratis verguisd. Maar hoe gaaf is dat? Dat er 10.000 mensen over de hele wereld willen luisteren naar jouw laptop. Nederland levert al jaren de beste DJ's ter wereld. Wat we vroeger met voetbal waren, zijn we nou in de dance. Zelfs Willem-Alexander is er gek mee. En die talenten die reizen op jonge leeftijd al de hele wereld over in hun private jet. En daar willen ze hun moeder natuurlijk niet bij hebben, dus dat doe ik. Mag ik chips? Nee, lieverd. We gaan eerst even een vet setje draaien. Nou, iedereen een pil in zijn mik heeft. En dan mag je daarna een appel. Heb ik zijn moeder beloofd, hè? Oh, fruit. Kijk eens. Ja, Little Up Thunder is gewoon de snelst groeiende brandname in de dance-industrie. Is gewoon zo. Boef, heb jij je USB-stickje wel bij je met je optreden erop? Oh, ga halen, Sophie. Ja, met Denise. Even over die gig de 14e in Dubai. Ik heb het talent gesproken en hij wil gewoon de presidential suite met een king-size bed. Ja, want wie weet loopt hij nog het leukste in het lijf. Joehoe! Staat al klaar. Wil je nog luisteren zo naar DJ Bakkaboe? Nee, kinderachtig. Kom, lady.